Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Dit is deel 3 van een serie over de voortplanting van radiogolven, waarvan ik er eerder al 2 over de propagatie op de korte golf heb gedaan. Met name van de publicatie hiervan op YouTube heb ik hierover van meerdere mensen reacties ontvangen. Ik moet daarover zeggen, het is een lastig onderwerp. Laat ik daarmee beginnen. Voor niet-technische mensen is het onderwerp eigenlijk te abstract. En van de technische mensen, met name van de mensen die het onderwerp al kennen, heb ik reacties gekregen als zou ik wel een wat al te eenvoudige voorstelling van zaken hebben gegeven. Het laatste is overigens waar, maar de luisteraars naar deze uitzendingen zijn voor een groot deel niet deskundig. Voor hen is het onderwerp abstract en misschien ook wel saai, en het is niet wat ze normaal gesproken interesseert. Maar tegelijk, waar ik doorgaans goed in ben, tenminste dat heb ik wel eens begrepen, is om ingewikkelde zaken in elk geval op een begrijpelijke manier, maar dikwijls ook op een boeiende manier uit te leggen. Voordat beginnend in de jaren 70 vanuit de eerdere gemeenschappelijke antenneinstallaties in de stedelijke gebieden de kabeltelevisie uitgerold was, sprak dit onderwerp heel veel mensen aan. Als je een eigen antenne hebt, dan heb je direct met het onderwerp te maken. Ik ben opgegroeid in Dordrecht en als je daar een duurdere televisieantenne kocht, duurder, want een grotere antenne op een grotere hoogte, die is duurder, kon je de Belgische televisie daar nog ontvangen. Dat was in die tijd heel bijzonder, want anders dan nu waren er maar 2 zenders op televisie, bij het eerste toestel dat we hadden zelfs maar eentje. Voor de radio gold hetzelfde, wilde je meer zenders, dan had je een betere antenne nodig. Voortplanting van radiogolven raakte toen, zeg maar, je portemonnee. Maar nu met internet is dat allemaal anders, kabeltelevisie en diverse aanbieders en noem maar op. Maar er zijn plekken op de wereld, wat ik eerder ook al aangestipt heb, waar dit dus anders ligt. En het is echt verder een erg interessant onderwerp waar heel veel over te vertellen is. Er spelen dingen een rol als het ruimteweer, dat wil zeggen de omstandigheden in de luchtlagen tussen zeg 50 en 500 kilometer boven het aardoppervlak. En er spelen zaken een rol die met het weer hier beneden te maken hebben. Hierbij maakt het uit op welke frequentieband je zit. Er zijn frequentiebanden die zich van het weer hier beneden of heel hoog niets aantrekken. Andere zijn afhankelijk van het ruimteweer en weer andere met het weer hier beneden. De banden daartussen die hebben soms met beide te maken. Maar daarnaast spelen er ook andere fenomenen een rol. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een signaal tegen een ander hemellichaam aan terug te laten kaatsen of tegen het spoor van een meteoor. Het makkelijkst gaat dat naar de maan. De maan is overigens zo ver van ons verwijderd dat een signaal vanwege de beperkte snelheid van het licht er ruim een seconde over doet om bij de maan te komen en ook weer een ruime seconde terug. Zendamateurs gebruiken maanreflectie om bijvoorbeeld van hier naar de Verenigde Staten te komen met hun signaal. Dit is op technisch gebied echt topsport, vooral in de tijd dat de moderne digitale zendmethoden er nog niet waren of als je nu gesproken tekst via de maan wilt reflecteren. Hier volgt een korte opname van zo'n maanreflectie. Roger, Anders. Sugar Mike 5, Delta Golf X-ray. Sugar Mike 5, Delta Golf X-ray from Oscar Nancy 5, Golf Sierra. You are 5 and 7. 5 and 7. 5 and 7. 5 and 7. 57. Very good signal, Anders. How do you copy? Sierra Mike 5, Delta Golf X-ray. Oscar November 5, Golf Sierra. Over. Ik heb een paar keer mensen die zich hiermee bezighouden geïnterviewd. En in één geval heb ik via zo'n omvangrijke installatie mijn eigen stemgeluid teruggehoord zoals dat na ruim 2 seconden terugkwam van de maan. In dit geval was dat op 144 MHz met een antenneinstallatie bestaande uit 4 16-elements richtantennes op een mast van 25 meter hoog met een zendvermogen van bijna 2000 watt. Je moet je voorstellen zo'n 16-elements antenne, waarvan er hier dus 4 waren, die zijn ongeveer 6 of 7 meter lang. Nu zou je misschien denken dat de propagatie van hier naar de maan redelijk constant is. Je gaat in een rechte lijn door de lagere en hogere luchtlagen omhoog en daarmee kom je in de ruimte verder niets meer tegen. Maar dat is dus niet waar. In de lagere en hogere luchtlagen gebeurt nog wel degelijk wat dat het signaal beïnvloedt. Bijvoorbeeld een verschijnsel dat scintillisatie heet, wat het signaal zolang het in die luchtlagen rondom de aarde zit in enige mate verstrooit. Daarnaast is de afstand tussen de aarde en de maan niet constant. De baan die de maan om de aarde heen draait is namelijk niet precies rond, maar een beetje een ellips. En zo staat de maan met tussenpozen die je kunt voorspellen wel eens dichter bij de aarde en soms ook wat verder af. In termen van de ruimtevaart spreek je dan van een perigeum en een apogeum. Het apogeum is het hoogste punt, zeg maar. Dat wil zeggen het moment dat de maan het verst van de aarde staat. Het perigeum is wanneer de afstand dus het kleinste is.
Radiowedstrijden die zendamateurs met de communicatie via de maan houden, worden doorgaans gehouden in het zogenaamde perigeumweekend. Dat wil zeggen het weekend dat de maan het dichtst bij de aarde staat. Ja, ik overweeg dus om van het onderwerp propagatie, dat wil zeggen de voortplanting van radiogolven, een af en toe terugkerend onderwerp te maken, waarin ik steeds een ander aspect van die verschijnselen op een zo boeiend mogelijke manier uitleg. Een manier waarvan ik hoop dat die ook voor mensen die zich hier gewoonlijk niet zo mee bezig houden boeiend kan zijn. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte Nijveen op 918 kHz. Als je vragen hebt of je wilt een suggestie doen voor een onderwerp, reageer dan gerust op het superkorte mailadres x@xdv.me. x@xdv.me. Ik kan overigens niet garanderen dat ik ieder voorgesteld onderwerp kan gebruiken. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte Nijveen op 918 kHz. Daily Minutes PS is te bereiken op het korte mailadres x@xdv.me. x@xdv.me. Luister mee, interessant wordt het zeker.